Ja, ik was een jaar of 6. Dat is mijn eerste herinnering naar een wintersportvakantie in Oostenrijk. En de sterrenhemel daar heeft altijd een heel grote indruk op mij gemaakt. Ik kreeg ook de droom dat ik astronaut wilde gaan worden. En nou, dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar ik heb toch van die sterrenhemel mijn baan kunnen maken. Nou, ik doe onderzoek naar zwarte gaten. Dat zijn objecten in het universum die zo zwaar zijn dat eigenlijk niks meer kan ontsnappen. Zelfs licht niet. Maar wat we wel kunnen zien is dat omdat die zwarte gaten zo zwaar zijn, is de zwaartekracht heel sterk. En daardoor trekken ze allemaal materie uit de omgeving aan. En als dat op dat zwarte gat valt, krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde idee als bij een afvoerputje. Het begint er heel hard omheen te draaien. Als we een foto zouden maken van een zwart gat, zou je dus een soort van gasschijf zien die heel erg oplicht, hoe dichter je bij het zwarte gat komt. En daar dan in het midden in een soort van zwarte schaduw, het punt waar licht niet meer kan ontsnappen. Nou, zwarte gaten zijn heel zwaar, maar ze staan ook heel ver weg. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk heel klein zijn als je er naartoe zou kijken vanaf aarde. Dus je hebt een telescoop nodig die hele kleine details kunt zien. Het is al zo klein dat als je in Nijmegen zou staan en je kijkt naar New York, dan moet je een mosterdzaadpitje kunnen onderscheiden op Broadway. Zo klein. Nou, in de wereld zijn we daar momenteel mee bezig. Dat heet het Event Horizon Telescope project. Daar ben ik zelf ook onderdeel van. En daarin proberen we radiotelescopen over de hele wereld samen te laten werken als één grote telescoop. En dan moet je denken dat een van die telescopen staat bijvoorbeeld op de Zuidpool. Er staat er een in Groenland, we hebben ze in Europa staan, in Amerika en Chili. En de telescoopgrootte zegt iets over de structuurtjes die we kunnen waarnemen. Dus hoe groter de telescoop is, hoe kleiner die structuurtjes zijn. En met een telescoop zo groot als onze aarde hebben we precies genoeg om zo'n zwart gat te kunnen gaan zien. Nou, de eerste echte science run die is gedaan afgelopen jaar. We hebben toen in 5 nachten meer dan 10 petabyte aan data verzameld. Dat zijn 10.000 terabyte harddisk. Dat is echt een ontzettend grote hoeveelheid data. En die proberen we nu met een supercomputer te analyseren om erachter te komen wat dan die foto is die we hopelijk gemaakt hebben. Nou, zeker een mooie foto voor aan de muur, maar het is natuurlijk wetenschappelijk ook super interessant, omdat we vanaf de theoretische kant ook heel veel modellen hebben waarop we denken hoe het eruit zou kunnen zien. Een van de grondleggers daarvan is Albert Einstein geweest met zijn algemene relativiteitstheorie. En hij geeft hele goede voorspellingen over hoe die omgeving er dan ongeveer uit zou gaan zien. Dus met zijn theorie willen we daarna kijken naar de daadwerkelijke metingen om iets te kunnen zeggen over of Albert Einstein gelijk had met zijn algemene relativiteitstheorie of dat we terug naar de tekentafel moeten en met iets nieuws moeten komen om de zwaartekracht in die hele bizarre omgeving te kunnen beschrijven. Nou, mijn bijdrage in het project is dat ik kijk naar hoe licht geproduceerd wordt in die gasstromen en wat voor foto daaruit zou kunnen resulteren. Zodat we straks de foto's die uit mijn modellen komen naast de echte daadwerkelijke meting gehouden kan worden. Nou, ik visualiseer die theorieën op verschillende manieren. En een van die manieren waarop ik dat doe is met virtual reality. Dus dat je echt met een bril op, als het ware bij het zwarte gat zelf bent en je echt door die plasmastroom heen vliegt om te kijken hoe de omgeving van een zwart gat eruit ziet, alsof je er echt bent. Faces of Science.